Evo. Evo is eigenlijk een cap van GPA die mensen nog niet zo goed kennen. Persoonlijk vind ik het zelf een hele mooie cap, want de First Lady vinden sommige mensen toch een beetje te groot, hè, de klep. En de Evo is eigenlijk wel wat subtieler. Heeft een wat subtieler klepje en toch iets vrouwelijker dan de Speed Air. De Evo kunnen we ook in leer krijgen. Ja, verschillende kleuren leer zijn standaard. Ja. En een leren nekband zit er automatisch bij. Dus kies je voor de leren klep, krijg je ook een leren nekband. Oké, dus als je standaard kiest voor de leren klep in bruin, dan krijg je dus ook een bruine nekband. Ja. Kun je ook alleen de klep in bruin krijgen en de nekband als wel zwart? Ja, dat Maar kan. standaard is het Ja, zo. kleur en kleur. Ja. Oké. Ja. En daarnaast is het natuurlijk een ontzettende ventilerende helm. Er zitten ontzettend veel ventilatieroosters in. Ja, Zeeademend. draagt heel erg fijn. Wat is de verhouding man-vrouw om het even Ik die denk een het beetje dragen? 50-50. Kijk, First Lady grote klep is eigenlijk 100% vrouw. Ja. En Speed Air is bijna alleen maar man, maar Ja. een enkeling ook dame. Dat kan ook prima. Ja. Maar de Evo is eigenlijk een beetje 50-50. 50-50 Ja, je zit ziet er best weer. een beetje tussenin. Oké, duidelijk.